We staan bij ons met de adjudant Johan van Santen. Johan, goedemiddag. Daarmet gingen de sereines hier even aan de kazerne voor het gebeuren in de Ardennen. Hè. Er zijn ook enkele brandweermensen van onze zone naar Ginder vertrokken, zeker? Ja, van de morgen zijn er drie brandweermensen naar Luik vertrokken om logistieke steun te bieden. Dat is op vraag van onze zone. Dus vandaag is dat Nienhoven. Morgen kan dat een andere post in onze zone zijn. En zo worden die taken verdeeld. En wij doen natuurlijk wat we kunnen. Hè. Wel, het is verschrikkelijk welk menselijk leed er daar is gebeurd naar aanleiding van die ongeziene overstromingen. Het is ook wel een moment waarop dat je denkt, ja, wij hebben ook onze waterloop, onze dender langs onze stad. Als je dit overkomt en je verliest mensen door zo'n enorme zondvloed, ja, dat moet voor de mensen daar verschrikkelijk zijn. En dan is het ook gepast om een eerbetoon te voorzien. Maar ik moet zeggen dat ik al vrijdag een mail gestuurd heb naar alle burgemeesters in het getroffen gebied om te vragen op welke manier wij hen hier vanuit Nienhoven kunnen helpen. Ik heb daar een paar reacties al op gekregen. En ik ben ook heel blij dat er een nationaal gecoördineerde actie is via het Rode Kruis. Wat vindt u er persoonlijk zelf van wat er gebeurd is? Maar eigenlijk zijn daar geen woorden voor. Ik heb het alleen nog maar op televisie gezien. Ik kan me daar een beeld bij vormen. Ik krijg kippenvel als ik daar naar kijk. Dat is niet te beschrijven en ik hoop dat dit zich eigenlijk niet te veel moet herhalen, want voor brandweermensen is dat ook heel belastend wat ze allemaal te zien krijgen. Nienhoven is dus klaar om te helpen, Ginder? Nienhoven is absoluut klaar om te helpen, maar wij hebben ook wel rekening gehouden met de oproep van het Rode Kruis om niet massaal gaan materiaal en kledij te verzamelen, omdat dat op dit moment daar niet echt nodig is. Ze hebben vooral nood aan hulp om alles op te ruimen. En als we daar kunnen bijstand verlenen, dan zullen we dat ook doen. Ninos Media is het regionale nieuwsmedium voor Nienhoven en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Nienhoven en de Denderstreek op ninofmedia@telenet.be of 0495 69 32 72.